ben Lies. En ik ben Lucas. En wij staan hier nu bij ons huis in de Biletonstraat. En waar gaan we heen? We gaan naar het Noordelijk Pantsoen toe lopen. Dus heel vlakbij. Ga je mee? In deze straat woon ik al mijn hele leven. 13 jaar. Als ik aan mensen vertel dat ik in de Biletonstraat woon, dan zeggen de meeste mensen kennen het. Hebben zelf gewoond of hebben vrienden die hier wonen. Of kennen de Riauwstraat dan weer. Dus het is een super bekende, hele beroemde straat. Deze wijk is, en dat heb ik gaandeweg ook geleerd en dat is het voor mij ook geweest, een soort toevluchtsoord geweest. Ik had geen huis, maar ik kreeg wel een kind. En via via ben ik aan dit huis gekomen. En gaandeweg heb ik gezien dat het niet alleen voor mij een toevluchtsoord is geweest, maar voor meerdere mensen. En daardoor kan je gewoon zijn wie je bent in deze wijk. En Lucas, waar gaan we als eerste heen? Naar de cafetaria De Koning. Hier om de hoek. Oh, dan moeten we even een ijsje halen zo. Cafetaria Koning. Het is wel echt een hele beroemde plek, hè? Mm-hmm. Het is een begrip. Ik ging eerst altijd naar een andere cafetaria. Toen dacht ik een keer, ik ga er gewoon eens een keer heen. En toen leek het de lekkerste patatjes van Groningen te zijn. Toen dacht ik, waarom ben ik niet eerder hierheen gegaan? En sinds een jaar of zo? Ja. Eet ik echt alleen maar eierballen. Waarom gaan we naar het Noordelijk Pantsoen eigenlijk? Sowieso omdat het Noordelijk Pantsoen een unieke plek in de stad is. En het is heel vlak bij ons. Ja, ik heb hier dus bijna al mijn feestjes gevierd. Ook wel leuk. Wat ging je dan doen op je feestjes? Vaak speurtochten. Jij maakte die altijd niet? Ik maakte altijd zelf. Oh, dat is echt heel leuk. Waarom doen jullie mee aan Wijk de Wereld? In de eerste plaats omdat het een uniek project is. We krijgen gewoon de Schouwburg drie dagen lang, een week lang. Dat is fantastisch voor hem. Ja. Want die Schouwburg heeft toch een beetje een wow, iets. Ja, ja. Het is echt een heel uniek project. Want waarom doe jij mee aan, Lucas? Nou, ik vond het eigenlijk wel erg leuk om gewoon mee te doen en met mensen die je eigenlijk niet kent, maar eigenlijk wel gewoon vlakbij elkaar woont. Mm-hmm. En ik kan er natuurlijk nog wat van leren, van de Wijk de Wereld. Ben je leergierig? Ja, vooral voor toneel natuurlijk. Dus hoe vind je het om met je moeder samen zo'n project te doen? Ik voel me er wel veiliger op. Ja, ik denk, als jij er niet was, dan zou ik het ook wat sneller niet doen. Ik vind het zo grappig. Wij zijn heel erg verschillend. Wij zijn ook best wel hetzelfde. Je kan wel zien dat wij familie zijn van elkaar, maar jij bent ook heel erg je eigen persoon. Ja. Daar ben ik trots op. Ja, yes. Voelt deze wijk als thuis voor jullie? Voor mij wel. Ik ben geboren hier. Ik ben hier opgegroeid, dus deze hele wijk is gewoon een soort van huis, maar dan zit mijn huis erin. Oké, nou, we zijn er weer. Yes. Thuis. Hey Albert, dankjewel. Ik vond het reuze gezellig. Ja, dankjewel. Ik vond het ook erg gezellig. Doeg. Dankjewel.